Jan, dat is een lekker muziekje zo, hè? Dat komt swingend binnen. Dat is mooi. Nou, een goede opmaat voor cultuur. Oké, dat is mooi. Jan Tromper, een goede opmaat voor cultuur. Stichting Podium. Nou, het zegt mij niets, maar volgens mij gaat het jou heel veel zeggen. En ga je er ook heel veel over zeggen. Jan, wat is Stichting Podium? Wat doen jullie? Stichting Podium Goeree Overflakke is de eilandelijke culturele stichting. Die een hoop culturele organisaties, vrijwilligersorganisaties en instellingen probeert te vertegenwoordigen, bij elkaar te brengen, zodat we cultureel Goeree Overflakke op de kaart kunnen zetten. En onze activiteiten vanuit die eilandelijke stichting liggen dus voor een deel in het organiserende vlak. Maar daarnaast hebben we in het verleden en zijn er ook nog druk mee bezig met allerlei culturele activiteiten. Variërend van een reizend dichterscollectief tot een vitrineproject op 15 verschillende locaties. Maar even zo goed, in het landschap hebben we 120 trammetjes teruggeplaatst, omdat we zo nadachten over de tram die reed van Oltresplaat naar de Rozenstraat in Rotterdam. Kijk aan, jij bent opbouwwerker ook, hè? Dus dat betekent op een gegeven moment, je bent aan het bouwen en dat stopt. Wanneer ben je klaar? Ja, ik creëer mijn eigen werk wel eens, denk ik. Maar opbouwwerk wil dus zeggen dat je kijkt naar wat er is en met mensen nadenkt over wat er zou kunnen zijn en bereidt dat dan maar voor. Mijn opbouwwerkpraktijk noem ik dat maar, heeft een lange eilandelijke geschiedenis. Ik heb hier van alles gedaan. Ik heb jongerenwerk gedaan. Ik herinner me het eerste jongerencentrum hier in Middelharnis. Maar even zo goed zijn we bezig geweest met ouderenbeleid in de regio. Maar cultuur is een erg mooi instrument, omdat je daarmee op onderscheidende wijze mensen kunt laten zien wat het streekverhaal is, maar daarnaast ook mensen met elkaar kunt verbinden. En wat is nou zeer onderscheidend van wat je gedaan hebt de afgelopen jaar, waarvoor je zegt, kijk, daar, dat is nou typerend voor Podium? Typerend voor Podium was bijvoorbeeld de openluchttheatervoorstelling Meekrap, die we in 2002, 2003 hebben geproduceerd. En daarna nog een andere theatervoorstelling, waarbij we voor het eerst buiten met meer dan 100 mensen theater maakten en de streek, een streekverhaal konden vertellen uit de geschiedenis van Goeree Overflakke. Een echt landbouweiland tot halverwege de vorige eeuw. En daar zitten prachtige verhalen in. Het landschap laat zich lezen als een cultureel verhaal. En we hebben dat verteld. Dat vond ik zelf een van de meest onderscheidende. Daarmee hebben we eigenlijk ook wel in de provincie en in het land een goede naam gemaakt. En ook de streek zelf een spiegel voorgehouden van wat zijn nou onze roots als Goeree Overflakke. En wat zijn dat? Ja, een eiland van verscheidenheid. Een eiland van 14 dorpskernen met ieder een eigen havenkanaal naar een andere overkant. En eigenlijk pas vanaf het begin van de 19e eeuw de verbindende schakel in de vorm van de tram die ons op Rotterdam oriënteerde, waarbij we onze landbouwproducten kwijt konden. Maar dat zijn dus de landschappelijke sporen van de geschiedenis van ons eiland. En die landbouwproducten, daar is ook veel in veranderd? Ja, dat is van eenvoudig van productiegericht werk naar behoefte, graan, aardappelen, is dat productie voor een wereldmarkt geworden. Dus een hele andere oriëntatie geworden. En daarin is een geweldige slag gemaakt, die er overigens toe heeft geleid dat in onze streek steeds minder mensen werk vonden in de landbouw en dus naar Rotterdam trokken. Rotterdam-Zuid is voor een stukje gemaakt door mensen van Goeree Overflakke. En nu naar de toekomst kijkend, hè, want het cultuurgoed moet je altijd zien te behouden. Hè. Er blijven nog genoeg mensen achter hier om er een leuke plaats van te maken met zo'n 13. Zit er nog groei in de bevolking van Middelharnis? En zit er dan ook nog groei in de ontwikkeling van de culturele activiteiten van Podium? Alle twee ja. We merken dat het culturele verhaal van de streek steeds meer gaat leven. Ook als een ontdekking van de mensen die hier wonen. Maar ook als een attractie voor mensen die hier komen kijken. Want er is wat te beleven. En qua cultuur maken. Ik denk dat er met de gemeentelijke fusie op komst ook eilandelijk draagvlak voor cultuur kan komen. Want dat is tot op heden toch vooral een opgave geweest van de gemeente Middelharnis. We hebben hier een klein cultureel centrum, het Diekhuis, in een oude school. Vindt op dit moment een verkiezingsdebat plaats. Dus het leeft heel erg. Maar de culturele voorziening is bij uitstek een regionale. En ik verwacht zelf, hoop dat
hoop dat eigenlijk erg van harte, dat we onder die cultuur ook een wat stevigere infrastructuur zullen kunnen neerleggen in de vorm van een gebouw, maar ook in de vorm van een goed programma, wat in alle dorpskernen wel wat aanknopingspunten kent, maar hier en daar, en of dat nou in Ouderop is of in de Oldrensplaat, iets groots waarmee het eiland zich echt op de kaart kan blijven zetten. En de Monumentendag bijvoorbeeld, voor dit jaar smaak van de 19e eeuw. We hebben al contacten in het Rotterdamse om juist ook te accentueren de relatie tussen het platteland en de stad. En jullie moeten hier natuurlijk komen fietsen en wandelen. Nou, dank je voor de toelichting, Jan Tompe.